Het station van Nijmegen is al jaren een hoofdpijndossier voor de gemeente. Het gebied rondom het station is al vaak veranderd, maar dat lijkt niet veel te helpen. Oost Transformatie Architecten komt nu uit eigen initiatief met een volledig nieuw ontwerp voor het station. Nou ja, eigenlijk puur uit uh, toch een beetje ergernis met de bestaande situatie. Um, waarbij je merkt dat het station uh, en eigenlijk de hele omgeving gewoon niet goed functioneert. En um, nou, in onze beleving is het wel eens een keer tijd nu geworden om het heel structureel aan te pakken. En het is eigenlijk nu gewoon een gebied dat niet echt lekker aan de stad vastzit. Um, de verbinding met, de, met het centrum is niet goed. Um, en dat kan gewoon veel beter. Ik denk dat het voor gemeenten heel moeilijk is om daar iets aan te doen. Um, een gemeente is één van de partijen in dit soort uh, processen. En uh, ik denk dat, dat de wens om daar iets aan te doen er echt wel is. Maar ze hebben gewoon ja, met heel veel partijen te maken. En dat maakt het ingewikkeld. Nou, eigenlijk wat er gebeurt is dat er zoveel mogelijk verkeer vanaf gehaald wordt. Um, en het verkeer wat er rijdt is verkeer dat je nodig hebt om in de stad te komen. Dus dan heb je bijvoorbeeld over taxis. Dan heb je het over elektrische bussen die naar het centrum rijden. Um, over fietsers. Um, maar vooral over voetgangers. Voetgangers moeten zonder. Dat ze nou echt constant naar links en naar rechts uh, hoeven te kijken. Eigenlijk gewoon rustig de stad in kunnen lopen. Ja, het idee is eigenlijk om alle bussen gewoon bij dat, bij dat plein. Hè, dus behalve dan die bus die naar het centrum toe moet. Gewoon allemaal in het station zelf te laten rijden. Er is een enorm veel ruimte op de spoordijk. Um, en door die ruimte goed in te zetten. kun je daar eigenlijk de busafhandeling helemaal regelen. En uh, kruisen die niet meer de voetgangers. En kun je heel makkelijk alle belangrijke stukken van de stad bereiken via de, de spoorbak, uh, zeg maar. Dus het gebied waar de treinen rijden. Het is vooral bedoeld om, om ja, de stad ook een hand te, te helpen. Zonder dat er nou per se een hele grote opdracht lag of zo. We vonden dat dit moest gebeuren.